van de YouTubers en welkom bij deze nieuwe video. Ik ga nog eens een keer een reactievideo opnemen en dit keer ga ik het zo doen dat je mijn gezicht ziet, dus zoals nu. En dan speel ik het filmpje af en dan als ik iets wil zeggen, dan zie je mijn kop dus. Ik weet niet of het beter is, of het gaat weten. Maar in ieder geval, de video waar we vandaag op gaan reageren zijn de Nightmares video's. En dat was een serie dat we zijn gestart en dat is horror, nightmare natuurlijk. Ja, wat horror hoort te zijn, maar zo eng was het nu ook weer niet. En het was een serie van 5 afleveringen. Op alle 5 afleveringen ga ik reageren. En dat was van 2 jaar geleden ongeveer. En de eerste 3 hebben we zo op 1 dag gemaakt. En de 2 anderen zo veel maanden later. Als het kan, gaan we de serie ooit nog voortzetten, dus maar het is gewoon voor de lol, dat is niet voor op YouTube te zetten, dat is gewoon omdat het leuk is. Het was leuk om dat te maken. Misschien gaan we het ooit eens een keer voortzetten, maar dan moet het wel kunnen en moeten we ideeën hebben. Want we namen alles op hier in huis. Niet zo'n enge locatie natuurlijk. Maar we gaan beginnen met reageren op de video. Wat ik dus ga doen, ik ben dus naar boven aan het gaan, gewoon voor een intro, ja, voor het begin. Dit is een heel kort video, aflevering 1, en ik ga dus naar boven omdat Jonathan, want we hadden andere namen, mijn naam was Jack in de serie, dan van Jonas Jonathan en mijn broer die ook mij, die noemde Stefan. Die had niet zo'n grote rol, maar af en toe komt hij in beeld. Nu ligt er daar iemand in bed, dus Jonathan, met een screammasker aan. En dat screammasker was de goedkope brol. Dat was echt goedkope brol gewoon. We moesten eigenlijk zo van dat stoffen screammasker hebben, maar dat kon ik nergens niet vinden in een van die speelgoedwinkels van Aarschot. Dus heb ik, ja. Ik heb het trouwens gekocht, dat screammasker, voor de Horrorboss serie. En dat was ook een serie, had mij wat meer afleveringen als dit. Eerlijk gezegd vond ik dat wel wat beter. Ik vond het niet beter gemaakt, deze vond ik iets professioneler. Maar het was allebei een beetje slecht, want ik ben niet zo goed voor te editen. Ik ben niet zo de geschikte persoon voor. Maar we gaan weer voort. Toen had ik trouwens nog een eenpersoonsbed en stond dat daar. Kijk, stond dat al daar allemaal. Op dit moment staat mijn bed hier. En heb ik een 2-persoons. Met de eerste 3 had ik dus één persoon staat zelfs in de zolder in, want mijn kamer staat op de zolder. Mijn kamer was vroeger een zolder en hier van mij gaat de zolder verder. Dus was vroeger veel groter. En bij de 2 andere had ik dus een 2-persoonsbed. Maar we gaan weer voort. Jonathan? Dit is toch zo raar. Ook een nadeel aan al die video's is, tegenwoordig is dat niet meer. Hè. Tegenwoordig is dat dus niet meer. Dat ik, iedere keer als er geskipt werd in video's, dan hing het scherm even vast voordat je naar de volgende scène ging. Ik weet niet hoe dat komt. Tegenwoordig is dat niet meer. Knip ik het eruit of is het vanzelf opgelost? Maar toen was het dus een probleem. En dat was dus bij deze video's dus een zwaar nadeel. Omdat je op een moment helemaal geteleporteerd moest worden. En dan door dat gehaper wist je, het is geknipt.
Jens, gaat het? Hier begon het al. Ik moest normaal Jack genoemd worden. Maar Jonathan, ja, Jonas. Die noemde mij al direct Jack. Zeg ik Jack. Jens. Je ziet ook mijn haar. Mijn haar was echt ziek lang. Het is nu ook niet al te kort, maar toen was dat echt. Ik ging dat helemaal zo opzij. En dat is echt vervelend, jongen. Waar ze wel willen wijn maken? Het is niks. Ik had een nachtmerrie. Oké. Ik ben hier zo altijd met lachen. Ik zit daar zo. En de twee anderen zitten daar aan te fretten. En Jonas zo van. Jongen, dit is zo grappig, man. Waarom eet je niet? Ik kan niet eten. Waarom? Echt, Mary. Ik voel iets. Dat gekraak hoort iedereen dat een sound effect is. Zo slecht. Stef, die zit daar gewoon een beetje te niksen. Die zit daar gewoon even een beetje. Is dat gewoon extra rolletje, jongen. Die heeft niet echt een heel grote rol. Die zit zo gewoon zonder een beetje. Op aan de kant. Hoorde jij dat ook? Laat doen. Ja, wel. Ik hoorde gekraak of zo. Ik hoor niks. Ik ook niet. Alweer. Ik hoor nog steeds niks. Jonathan? Dat zie je dus, hè. Je ziet het nu. Dat het is zo hard gehaperd toen ik aan het knippen was. Dus de ene keer heeft hij het masker op, de andere keer is hij weer normaal. En dat zal zo ineens veranderd moeten worden. Maar door dat gehaper is dat allemaal verpest. Wat is er? Maar hier zat een. Jij volgens mij heeft gewoon een nachtmerrie gehad. Wat ga ik doen? Ga naar het vlog. Misschien is dat beter. Oké. Dit is zo het enige wat betere stuk in heel deze aflevering. Die maar even duurt. Het is allemaal geen lange aflevering, een minuut of drie. Dus ik ga nu wandelen en check wat het vervolg is. Heeft iedereen het gehoord? Dus wat er gebeurde, ik ging eens wandelen. Er viel een stuk mos naar beneden. Ik kijk naar boven en dan zag je nog een cape. Je zag niet wie de cape aan had. Het was Jonas, maar het moest lijken dat het een geest was. Dus je zag alleen maar de cape. En op het moment dat die scène kwam dat je de cape zag, hoort je Stef dit doen. Zo rochelen. Dat is echt grappig. En dan ga ik dus kijken wat er gebeurd is. De raam staat open. De kip. De kip. Oh shit, de kip. Oké, dan zag ik dus de kip liggen. Vond ik ook nog wel best sava verzonnen. En dan komen we aan het einde van de video en dat gaat als volgt. Goed mensen, en dit was aflevering 1. Ik dacht, ik was van zin meer te maken in een video dat ik ook nog op aflevering 2 ging reageren, maar
We zijn nu al redelijk lang bezig, dus ik ga hier de video dus al afsluiten. Dus, vonden jullie deze video nu leuk? Geef dan zeker een like en abonneer. En dan zie ik je bij de volgende reactievideo bij de Nightmares Part 2. Later mensen.